schat. Hey schat, ben je blij? Ja, hartstikke blij. Ten eerste hele mooie dingen aan. Ja, heb echt zeer van me gekocht. Toppie, en je haar zit netjes. Daarachtig, ja. Ah, en dan nog een nieuw laken voor op je bed erbij. Daarom dus. Nou gaan we. Die is ook weer blij. Ja, maar dag allemaal. We zijn weer thuis, hè? Ze zit tegenwoordig heel graag bij me op schoot. Ik weet niet wat dat is. Ze springt daar zelf op mijn schoot. Ja, wat is dat allemaal? Ja, dat is een magneet. Dat is een camera. Hele goedemiddag, lieve vrienden, en welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Wezenboel. Ik zit nou eventjes bij de eettafel, want het is daar niet te doen. Want het zonnetje schijnt en dan zie ik daar niks, nee. Maar in ieder geval, we leven vandaag alweer op woensdag 23 november. En om 11:59. Dus ja, de tijd houdt geen in schoft, zeggen we dan. Om 1 uur komt Erwin en daarna, als die weer weg is, moet ik wat halen voor Mary. En dat moet ik dan naar Mary brengen en dan zal Mary voor koffie zorgen. Maar ik moet ook zelf nog dingen halen, ik moet ook nog boodschapjes doen. Onder andere moet ik ook multivitamintjes halen, ja, ook dat, want dat is op. En nog een aantal andere persoonlijke dingen. Ja, dus het komt allemaal wel goed. Ik heb 's avonds mijn handen momenteel vol. Maar ik moet deze ook nog steeds naar boven brengen. Mijn muisjes. En ik blijf ze mooi en lief vinden. Ja, zo schattig hoe ze dat verzinnen. Om dat te maken van schelpjes. Ja. Echt, nou ja, er zijn een paar dingen wat geen schelpjes zijn hoor. De brilletjes, zal van koperdraad wezen. Snorhaartjes hebben ze ook niet vergeten. En de staartjes. Nou ja, dat hebben ze ergens anders van gemaakt. Ja, maar het blijft leuk. Toch? Ja. Maar ja, dat moet weer naar boven. Dat staat altijd op mijn slaapkamer. Dus ja, ik ben er helemaal wel. Dat er gaat toch wel wauws mee. Maar in ieder geval, lieve vrienden, het is prachtig mooi weer. Het zonnetje schijnt, de lucht is blauw. Ik zie geen, ja, boven zee. Ja, nee, hier dichterbij ook wel. Ja, heel rare bewolking. Dat is van die streepjes, die net alsof een wolk uit elkaar gewaaid is. Maar ja, het waait ook hard, want het is 8 graden, maar het voelt aan als weet ik veel. Hey Google, hoeveel graden is het buiten? De temperatuur in Den Helder is nu 9 graden. 9 graden? Oh. Tjo? Hey Google, wat is het gevoelstemperatuur buiten? Sorry, ik begrijp het niet. Ze gebruikt zelf ook dat woord. 9 graden, maar het gevoel is kouder. En boven zei ze het eerst dat het 8 graden was. En toen was de gevoelstemperatuur, geloof ik, 5 graden. Dus ja, weet niet. Maar in ieder geval, we gaan even met de meisjes uit. En dan ben ik weer mooi op tijd terug als Erwin komt. En ja, ik zou zeggen, geniet gewoon van je dag. En geniet ook weer lekker met ons mee. Ja, we zullen het beleven. En ik ga dus naar Mary toe. Nou, die heeft er niet altijd zin in als ik film. Maar we zullen het beleven. Ik heb gewoon sowieso mijn mobiel mee. Ik kan mee filmen. Dus, maar in ieder geval, ik zou zeggen, geniet van alles. En tot later. Nou, zoals ik al had gezegd, de ene keer zijn ze er wel en de andere keer zijn ze er niet. En nu is het al een dikke week achter elkaar dat ze er wel zijn. Maar wat ze doen zijn, Joost mag het weten. Maar ik weet het niet. Er staan, ja, dat oranje ding, dat staat op Cape Holland hoor, dat is een reddingsboei. Maar wat hun allemaal aan het doen zijn, die mensen. Ik weet het niet.
kuilen maken en weer kuilen dicht en pompen en buizen, reguleringsbuizen leggen, dat hebben we al wel gezien. Ja, ik weet het allemaal niet. Ik weet het echt niet. Ja. Hier kijken, daar kijken. Ik heb net wel al gehoord dat er eentje zei van, dat ding doet het niet. Ja, we moeten zorgen dat hij het wel doet. Simpel. En daar staat ook een kraantje. Echt een leuk inzoomen. Heet smakelijk, zou ik zo zeggen. Ja, wat leuk. Ja, en zoals jullie zien, zit ik nou bij Mary. En dat door de regen heen. Ja, ik had het. En ik blij, want ja, ik had de regenbroek bij me. Ja. En ik was bij de Vomar en dat was een medeklant. Nou, dan mag ik. Ik zei zo van, ja, nou moet ik nog naar Niel de Helder toe, weet je zo. Nou ja, toen zei ze, nou, dan hoop ik voor u dat u een regenpak of zo bij u hebt. Ik zei, wat dan? Regent het? Ja, zegt ze. Ze zegt, en ik baal ervan, want ik heb mijn regenpak niet bij me. Ze zegt, denk op mijn jasjes water dicht. Ja, maar voor beneden ben ik dan nat. Dus ik zeg, maar ik er niet. En ik grijp een tasje uit mijn mandje vandaan. En daar zat een regenbroek in. Dus die heb ik wel even aangedaan. Ja, was wel nodig. Ja, echt wel. Hé, hey, schat. Hoi, schat. Ben je blij? Nou, hartstikke blij. Ten eerste hele mooie dingen aan. Ja, heb ik zeer voor me gekocht. Toppie, en je haar zit netjes. Dat dacht ik, ja. En dan nog een nieuw laken voor op je bed erbij. Daarom. Daarom, dus. Nou, gaan we die is ook weer blij en we gaan genieten. Want wat heb ik nog meegenomen? Koffie met gemak. Kaartje. Lekker, lekker, lekker. Dus we gaan even lekker genieten met een bakje koffie en een mokkataartje. Heerlijk. Heerlijk, heerlijk. Ja, lieve vrienden, toen waren we weer thuis. Ja, gezellig even bij Mary geweest. En een lekker mokka gebakje gehad. En dat thuis kwam, moest ik weer zo nodig. Dus ruts rennen. En toen daar kwam, ik had mijn jas en alles nog aan. Toen heb ik de booster in de schuur gezet. En daarna gelijk de rollator gepakt. En met de meisjes wezen lopen. Dus ja, die zijn ook al uit geweest. Hé, ja nou? Jij? Mwah. Zeg maar ja. Zeg maar dag allemaal. We zijn weer thuis. Hé? Ze zit tegenwoordig heel graag bij me op schoot. Ik weet niet wat dat is. Ze springt daar zelf op mijn schoot. Ja, wat is dat allemaal? Ja, dat is een magneet. Dat is een camera. Hé? Ja. Wat ben je allemaal aan het doen? Wat ben je allemaal aan het doen? Wijfie. Je koude pooties. Ja. Maar in ieder geval, doe maar. Ga maar. Goed zo. Dat, ja, het is regenachtig. Het is vies, het is nat. En er is niks aan. Nee. Maar we zijn wel weer op tijd terug en ja, ik kan straks lekker op tijd even een hapje eten. Maar ik heb helemaal geen zin in wat. Dat ik denk dat ik lekker even een broodje neem met een eitje of zoiets dergelijks erop. Ik weet het nog niet. Maar dat komt allemaal goed. Even die daar. En een vlog in elkaar zetten. En wie weet dat ik het op tijd red om die klaar te krijgen voordat de televisie mooi wordt. Ja, want we hebben weer iedere avond 2 kerstfilms. Nou, en ik mag graag naar See Yes to the Dress. Weet ik veel hoe je dat zegt. Dan hebben we Goede Tijden, Slechte Tijden. Dan die 2 kerstfilms. Maar ja, je kan niet... En Karen die zegt dan, neem dan op. Nee, want dan vergeet ik dat weer terug te kijken. Ik kan beter dan terugkijken, dan opnemen en dan ook terug te kijken. Nee, ik kijk liever op mijn manier naar de televisie.
En het nieuws, dat interesseert me geen biet. Het weer, ja, nou, het is bij toeval dat ik hem dan even zie, het weer, maar dat is maar zeer toevallig. Het was wel heel anders geweest met het weer als onze Piet Paulusma nog had geleefd. En dan zijn weerpraatje, en of hij nou bij het juiste eind had of niet, dat maakte me ook niet uit. Maar ik mocht altijd graag zien waar hij zijn weerpraatje vandaan hield, waar die stond, dat moment. En dan ging ik denken van ja, daar, want ik heb ook in Friesland gewoond, dus ja, dan keek ik sommige plekjes, weet je wel. En ja, oké, hij ging ook wel eens buiten Friesland, weet ik veel, ergens anders naartoe. Nou, die plekken die kon je dan niet, maar in Friesland zelf, ja, die plekken die zag je dan en denk, ja, dat ken ik. Nou, dat vond ik wel even leuk, ja. Dus, maar in ieder geval, ook is hij trouwens twee keer, zover ik weet, twee keer in Den Helder geweest bij het museum. Dus ja, daar ben ik ook één keer bij geweest. Dat was ook top. Maar in ieder geval, dat was altijd wel leuk, ja. Maar in ieder geval, ik heb mijn Guardian Angel, dat lichtje wat ik heb, heb ik weer aan de stroom leggen. Want ik zag hem wat minder worden. Ik denk, nou, dan moet ik maar weer aan de stroom totdat hij straks helemaal uitvalt. En dat moet ook maar niet. Nee. Want nu, juist nu, met dit weer, je wordt minder snel gezien. En dan heb ik nu wel een witte jas aan. En dat valt ook wel weer op. Maar toch, het slechte weer, dan val je niet zo snel op. Dus ja, ik denk, ik moet maar weer even aan de stroom. En ik weet niet of ik jullie dat al mede heb gedeeld, maar het is vandaag woensdag, morgen donderdag, overmorgen, dus dat is vrijdag. Hoeveel hebben we dan? Weet ik niet eens. Maar in ieder geval, doet er even niet toe. Andere week, vrijdag 2 december, komt hier iemand, of die alleen nog is, of met z'n tweeën zijn, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, dan is het boosterruil, scootmobiel omruilen. Ik zei ja, ik zei mooi, ik zei top, geweldig allemaal. Ik zei maar, als het mij een te kleine een is, naar mijn zin, ik zei, dan gaat de ruil niet door. Ik zei, zo simpel. Ik zeg, ik moet een grote hebben. .nl, ja. Dus we wachten het af. Ze komen andere week vrijdag tussen 1 en, wat zeiden ze, 5. Dus ja, we wachten het gewoon af. En ik zet het gewoon op de video. Ja, op de vlog. Dus het komt allemaal goed. Maar voor nu zeg ik, smakelijk eten, bon appétit. En alvast een hele fijne avond gewenst. En tot later. Ik zou zeggen, geniet van je avond. Doei. Zo, lieve vrienden, ja, de tijd is weer aangebroken om jullie allemaal een welterusten te wensen. Dus dat gaan we bij deze even doen, want het is alweer laat zat. Het is 1:37 en mijn computer is nog bezig, maar die is nog helemaal in het begin van het uploaden naar de computer toe. En dan moet het nog eens een keer naar YouTube toe. Nou, dat doe ik morgenochtend wel, want morgen moet ik er toch ook weer op tijd eraf. Want morgen komt Wilma weer. Dus ja, en hij zegt, het programma, dat hij nog 2:21 moet. Ja, die twee, oh nee, dat is 2 seconden geloof ik, weet ik wel. Maar in ieder geval, hij doet nog maar zijn gang. In de tussentijd ga ik eerst naar boven van mijn make-up ondoen en mijn pyjama aandoen. En Rijka naar boven doen en de boel daar even doen. En daarna kom ik nog wel even beneden om te zien hoe ver die is. Is die er nog bezig? Dan bekijkt hij het vannacht maar. Dan laat ik hem gewoon aan. Simpel. En ik moet toch nog wel eens een keer naar de wc. Dan kan ik ook wel weer even kijken. Moet vaak genoeg midden in de nacht. Dus ja. Dus maar in ieder geval. Ik wens jullie allemaal een welterusten. Slaap lekker met mooie dromen. En uiteraard weer gezond uit je bed zien te komen. Dus ik zeg graag tot aan de andere kant van de nacht. Thank you.